Welkom bij alweer een volgende talkshow van NL Magazine, waarin we het dit keer gaan hebben over het fenomeen clubscheidsrechters, scheidsrechtelijke dwalingen en alles wat ermee te maken heeft. We hebben ervoor uitgenodigd Jolan Pauw van HFC, speelt in het vierde van zondag 4. Henny Rukerts, langzamerhand ook bekend. Jolan, er is onlangs een wedstrijd gespeeld, Hillegom uit. Die is niet helemaal zo verlopen zoals jullie het graag hadden gezien, omdat een scheidsrechter toch iets anders vloot dan hij normaal gesproken behoort te doen. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, dat was een interessante wedstrijd. Het was een interessante wedstrijd, want wij staan stijf onderaan en Hillegom staat stijf bovenaan. En we komen aan het eind van het seizoen erachter dat we toch een beetje kunnen voetballen in de kelderklasse. En we kwamen ook 3-1 voor, alleen we hebben verloren van één iemand en dat is de scheidsrechter. Zo sportief van Hillegom, helaas na de wedstrijd hebben ze wel allemaal excuses aangeboden voor dit vertoon. Maar ja, dan worden ze kampioen, dus na de wedstrijd hebben we een biertje van ze gehad en gezegd van ja, sorry, dat is wel vaker met hem. Dit was een duidelijke KNVB scheidsrechter, maar tevens een groot fan van Hillegom. Hillegom liefde, ja. Ik denk dat hij er niet veel buiten komt, buiten Hillegom. Het was voor beide ploegen niet leuk. Het was mijn directe tegenstander, een aardige vent, en die zei ook van ja, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ik was erbij, Jolan. Het was nog 5 minuten te spelen. Er komt een aanval. Er valt een speler in het strafschopgebied. Ja. Scheidsrechter staat ergens bij de middencirkel, fluit en legt de bal op de penaltystip. Die jongen zei zelf, ik ben niet eens aangeraakt. Die zei na de wedstrijd van, ja, ik viel gewoon. Hij viel gewoon. Op een kunstgrasveld, geen polletje, niks. Maar dan begint het pas, want dan is er nog 4,5 minuut te spelen. En dan mag jij de aftrap nemen. Ja, 3-2. We staan 3-2 voor. De keeper van Hillegom staat ver voor zijn goal. Ik heb het eerder een keer geprobeerd. En die scheids die staat daar. En iedereen zegt, die zegt gaat maar. En ik neem een aanloop en ik ram in één keer die bal. En helaas, deze keer ging hij er niet in. Maar die bal gaat net naast. En daarna opeens fluit hij en geeft mij geel. Waarom dat is? Spelbederf. Spelbederf waarom? Dus ik zeg joh, dit mag. Je mag schieten op goal in één keer. Ja, in één keer. En hij zegt, ja, maar ik had nog niet gefloten. Dat bedacht hij. Het duurde even. En toen zei hij van, ja, maar ik had nog niet gefloten. Dus, maar had wel gezegd, ga maar, hè? En toen zei ik, dit is 5 keer gescoord. Je hebt nog geen één keer gefloten. Je hebt niet eens gefloten voor de aftrap van de wedstrijd. Oh, en nu opeens. Dus ik kreeg 10 minuten tijdstraf en we hebben inderdaad nog 5 minuten te gaan. En ik sta centraal achterin en het wordt 3-3. Nee, maar wacht even. Laten we ook even vertellen hoe die 3-3 tot stand komt. Want, geloof het of niet, beste mensen, er staat een man 5 meter buiten spel. Ja, ja, ja. De grensrechter van HFC staat te vlaggen. Karel is een heel sportieve, echt sportieve grensrechter. Eerlijk, die zal niet vlaggen als het niet zo is. Staat met zijn hand in de lucht. Scheidsrechter zegt gewoon, wijst naar de middenstip, loopt naar de middenstip. Terwijl onze spelers zeggen van, ga nou even naar die grensrechter. Die staat niet voor niets te vlaggen. Hij loopt naar die grensrechter en zegt, goal, that's it. Ja. Nou, achter de grensrechter stond een team van Hillegom. Die zei ook van, metertje of 5 voor scheids. Maar goed, het was inmiddels 3-3. Ja. Nog een minuut of 2 te spelen. Ik kom er inmiddels na 10 minuten in. En dan zou de tijd dus voorbij moeten zijn. Ja. Ik zeg op een gegeven moment van, dit duurt erg lang, 3-3. Dit was de eerste, denk ik, goede goal van Hillegom wel. Ze maken inderdaad de 4-3, maar ik heb zeker nog 10 minuten kwartier gespeeld. Dus we hebben gewoon ruim 96, 97 minuten, misschien wel meer, 100 minuten gespeeld. En de goal valt en er wordt niet eens meer afgetrapt. Dat was gelijk. Nou, hij zegt, ik ga nog naast hem staan, van mag ik die bal spelen? En toen floot hij maar af. 7 minuten doorspelen, om waarschijnlijk Hillegom de kans te geven om toch nog die 4-3 erin te maken. Kampioen te worden, kijk. Kampioen te worden. Die jongens gunnen het en wel. Laat het, laat het doorgaan, doelpunt valt en een fluit af. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk belachelijke toestanden. Dat is heel debiel. En het is gewoon dat die scheidsrechter, we hebben gewoon van één iemand verloren, dus de scheidsrechter. En die tegenstander komt naar ons toe en die zegt van ja, je krijgt een biertje van ons, want dit is een hele troevige vertoning. Die stiekem schaamt zich, maar ja, kampioen worden is natuurlijk ook wel weer leuk. Dus ja. Ik snap ze wel. Wat moeten die jongens anders doen? Die kunnen moeilijk zeggen van... Nee, dan ga je tegen je eigen scheids opeens. Ja. Dan gaat die jongen het helemaal verliezen. En dan moet iedereen eruit. En vervolgens komen we richting de kleedkamer. En een van die jongens... je hebt altijd wel een gekkie in het team. En dan heb je sociale controle. Wordt je wel onder controle gehouden ook daardoor. Maar deze die verloor het even. Dus die begint in één keer met woorden als kanker, mogol te schelden. En andere ziektes. Ja. En dat ging er even helemaal verkeerd in natuurlijk na zo'n wedstrijd.
is niet uit de hand gelopen, maar is even op zijn plek gezet. Verbaal, gewoon netjes. Gezegd van, joh, je kan beter nu echt de kleedkamer ingaan. Want de jongen tegen wie het gezegd wordt, die zegt van, dit accepteert niet. Ik ga hier melding van maken. Kanker gebruiken als scheldwoord in het voetbal is absolutely not done. Uit den boze. En buiten het voetbal ook. Dus, als wat ik doet het als scheidsrechter deze... hoor, meteen moven. Ja, wat er ook aan de hand is, als ik het hoor en ik weet wie het zegt, blst, aan de kant. Maar in dit geval, Maarten werd dus ongelooflijk boos. En loopt naar de bestuurskamer boven en zegt, ik wil gewoon de naam van die jongen hebben. Waarop hij door de aanwezige bestuursleden van Hillegom wordt uitgelachen. Ik was daar ook bij. Man, maak je niet druk, het gebeurt op alle velden, stel je niet aan. En gewoon, hij werd compleet uitgelachen. Maarten zegt, ik wil de naam van deze speler, want ik wil protest aantekenen op de lijst. En naar de KNVB aangeven dat dit soort dingen onacceptabel is. Het bestuur van Hillegom wilde de naam van deze man niet geven. Hij zei ook, ik zit in het bestuur en dit lijkt me, dit moet je niet doen. En joh, wegwezen en... Terwijl, ik kwam toen ook binnen en toen heb ik gezegd van dit gedrag moet gewoon aangepakt worden. Want als je dit gewoon loslaat, weet je wel, zeker binnen nette ploegen, gezellig, dat slaat dan nergens op. En we hebben het zogenaamd over respect en we willen niks tegen die wedstrijd, tegen die scheidsrechter, dat zou hadden kunnen doen. Maar we hadden het gewoon nu echt over dit incident. En het was heel bijzonder hoe we daar werden weggewimpeld. En of we vervolgens even onze schoenen wilden uitdoen, want je mag daar niet met voetbalschoenen komen. Terwijl de vier scheidsrechters naast me zitten die op gewoon gras hebben gespeeld. Maar het leuke is nou, Jos, dat de scheidsrechter van de wedstrijd, die zo fantastisch die overwinning heeft binnengehaald voor Hillegom, die zegt, ik haal die jongen wel even op. Ja, dat wou ik net vragen. Wat is er verder gebeurd? Dat deed dus de scheidsrechter van de wedstrijd, haalt die jongen op. Daar komt die jongen. Ja, ik heb nog nooit zo'n excuus gezien. Dat is een soort extra verwijt. Maarten heeft gevraagd, maak je excuus, dan is het goed, dan gebeurt er verder niks. Uiteindelijk na wat heen en weer gescheld, vooral van Hillegom, is dat excuus dus gemaakt. Oké, het spijt me, ik zal het niet meer doen. Nou, toen zei Maarten, is het zo prima. Die jongen hebben we ook niet meer gezien. En we hebben met die andere gasten een biertje gedaan, lekker wedstrijdje gekeken en super gezellig. Voetballen daar ook veel meiden, dus voor hartstikke leuk. Ja. Ja. Maar dat zijn twee van die dingen. Die eerst die scheids en dan zo'n jongen. Je ziet gewoon dat zo'n scheidsrechter, ook die jongen, die vloor ook zijn kop gewoon. Dat is allemaal terug te leiden aan die scheids. Omdat hij gewoon... Het is niet dat je fouten maakt of een keer iets verkeerd inschat. Het is gewoon echt doelbewust iemand gewoon... wedstrijd afpakken. Was hij wel een officiële KNVB-scheidsrechter? Dat zei hij, ja. Dat zei hij. Ja. Maar Jos, jij bent ook officieel scheidsrechter. Ja. Wat vind je hier nou van? Ja, ik vind het belachelijk. Weet je, het is heel raar. Het gaat heel snel op het voetbalveld. Er is een overtreding en je moet meteen reageren. Als je ook nog moet gaan nadenken dat je misschien wel partijdig moet zijn en de bal aan iemand anders moet geven, dan moet je in twee werelden gaan leven. En dat is godsvermogelijk. Als goede scheidsrechter kan het niet. Je ziet een overtreding. Je kunt misschien een fout maken door verkeerd te fluiten. Of iemand een aftrap te geven terwijl het eigenlijk voor de tegenpartij is. Dat gebeurt af en toe ook wel. Maar je moet wel meteen kunnen reageren en zien wat er gebeurt. Je moet er direct op kunnen anticiperen. Maar in twee werelden leven, dat is godsonmogelijk. Je begrijpt niet hoe sommige mensen dat kunnen. Ik snap er niets van. Kan liegen. Nou, dat is wel grappig, want dit zijn, wat we net noemden, zijn dan dingen dat je nog ergens kan beslissen. Maar wat er dus ook gebeurde is dat de keeper vangt een hoge bal. En die let niet op waar onze spits loopt. En die legt die bal op de grond en onze spits schiet er maar in. En die scheidsrechter die kijkt even en wij juichen. We lopen richting de middenlijn en zeggen, nee, achterbal. Want hij was al over de achterlijn. En die keeper zegt ook, nou... Nooit die was niet over de achterlijn. En vervolgens ook nog dat Maarten doorbrak op de keeper. En de keeper haalt hem onderuit. Hij staat op, loopt door en scoort. En hij geeft een vrije trap tegen onze spits. Omdat hij de keeper dan... niemand raakte de bal op dat moment, zegt hij. Dat was zijn ik weet niet wat hij bedoelde. Maar de keeper zegt ook, ja, ik haal hem gewoon onderuit. En het is gewoon 100% doelpunt dat hij door kan gaan. Het is blij dat ik mag blijven staan. En hij geeft een vrije trap. Nou is het zo dat het niet alleen in deze vierde klasse gebeurt, want het afgelopen seizoen bij HC1, we hebben het over de... Ja, je kunt er genoeg over vertellen, geloof ik. De dikke 10 penalties die onthouden zijn, dat blijf ik zeggen. En het aantal punten dat je daar meer door had gehad, kijk, we komen wat HC betreft natuurlijk
in het linker rijtje terecht. Dat is op zich al fantastisch. Maar HFC, om maar even bij HFC te blijven, heeft dus een heel professionele scheidsrechtersopleiding. Jullie lopen zelf te fluiten op zondag. En ik denk wel eens dat jullie te netjes zijn. Heeft dat wat met die opleiding te maken? Of? Dat het woord thuisfluiter nooit zou vallen. Dat je eerder nog een penalty tegenkrijgt. Nou, dat gebeurt ook. Ik denk dat dat eerder het geval is. Ja, thuisfluiter is iets wat ze mij niet moeten aanrekenen. Want dat is godse mogelijk. Dat gebeurt niet. Nee. Nou, ik vind het zelf prettig hoor. Dat je thuis bij gewoon een scheidsrechter, waarvan je weet dat hij gewoon naar zijn best van zijn kunnen zal fluiten, fouten worden gemaakt. Maar ja. Dan kun je gewoon lekker voetballen. Nou, en het loopt ook zelden daardoor uit de hand. Ja. Gebeurt maar niet. Is het ook zo dat Hillegom dan ook een protest zou, of jullie in samenwerking met Hillegom protest zouden kunnen aantekenen richting KNVB? Samen met Hillegom? Nou, waar een bestuurslidje uitlacht als je het woord kanker niet wil gebruiken. Nee, oké, samen met Hillegom is dat natuurlijk onmogelijk. Nee, maar in principe gebeurt dat wel, dat twee partijen bij elkaar komen en dat ze een klacht richting KNVB poneren. Ergens wel, maar we spelen in de absolute kelderklasse en dan moet je ook gewoon boven staan. Maakt niet uit, kelder of plafond. Om een voorbeeld te aan te halen, er was een thuiswedstrijd met een AFC-scheidsrechter tegen een club. En dat liep helemaal uit de hand. Die jongens die sloegen helemaal door. Kwamen met 2-1 voor. Maar HFC maakt gelijk. 2-2. Waarop die club volledig als team van het veld loopt op aandringen van hun coach. We hebben het over Zwanenburg. Ja, maar die jongens die kwamen voor het veld al naar mij toe. En die zeiden, ik had een haarbandje in. En die zegt zo, we gaan die kankerkakkers even de kanker in troppen. En zo begon de wedstrijd. En wij zaten al van dit, nee. Nou, hadden we echt geen zin in. En we hebben echt, zeiden jongens, alleen maar inspelen en springen. Ja. En dat ging goed. En op een gegeven moment geeft een jongen van mij, de bal niet in de buurt, geeft me echt een doodschop. Wij kregen een gele kaart trouwens voor een terechte, een duw in de rug. Nou, geel, weet je, hij moet zitten. En die jongen geeft mij echt een doodschop van achter, terwijl er geen bal was. En ik zag hem terwijl hij sprong op. Zo'n enkel. En die zegt tegen mij van als die kankerscheids nou eens een keer normaal zou doen, terwijl wij net geel kregen, dan had ik jou niet een kankerschop hoeven geven. En de enige die zijn excuus heeft aangeboden, die jongens helemaal naar huis gaan, is hun grens. De vader van een van die jongens. Dus ik zei van, nou ja. Ik schaam me dood, zei hij, voor dit spel. Ja, voor dit spel. Ja. Nou ja, wij hadden een scheidsrechter, je mag ook weten wie het was, Hans Wolf. Als er één correct is, is Hans het Hans Wolf. Hans is hartstikke correct. Hij was ook heel correct. Ja. Maar goed, het staat 2-1. Nou, hij had 6 rode kaarten moeten geven. Maar voor ja, maar hij wil ook, hij denkt ook. Dat wil je niet doen. Maar weet je, dat gebeurt ook. Soms denk je wel eens, ik moet die wedstrijd echt in de hand houden. Laat ik mijn scheel trekken. En laat ik nog maar een scheel trekken. Maar vaak loopt het dan nog meer aan. Hij gaf één keer geel aan die jongens en het was meteen klaar. Maar goed, het wordt dus 2-2. En Zwanenburg stapt van het veld af. Dit accepteren we niet, was buitenspel. Het was absoluut geen buitenspel. Team helemaal weg? Weg! Op indicatie van hun coach. Ja. Op indicatie van hun coach? Ja. En wat gebeurde de coach was ook nou, dat is heel interessant. Wat zou jij doen als scheids? Als een team het veld afloopt, terwijl ik vind dat er niks aan de hand is en dat ze totaal geen reden hebben om van het veld te lopen. Ik vind het best, dan loop je maar weg, maar dan is de wedstrijd verloren. Ja, nou, wat wij hebben gehad is dat ze ons tot aan de bestuurskamer hebben bedreigd. Echt bedreigd gewoon. En vooral de scheids, vooral Hans, dat was echt heel zielig. En dat hoorde ik achteraf ook. En we kwamen erboven en dan gingen ze nog even door. En nee, we stonden 2-1 voor trouwens en we kregen penalty. Dus er stond nog geen 2-2. We stonden 2-1 achter, en we kregen penalty. Dus het kon 2-2 worden. En uiteindelijk voor de gein, die keeper was al wel gek, maar die zei voor de gein nog na de wedstrijd opeens van, nou neem even voor de gein die penalty op mij. Dan kunnen we zien hoe het dan was geweest. Maar dat was los daarvan, dat was niet de allergrootste idioot. Maar kijk, wat Hans ook zei, normaal heb je er 2 of 3 of 4 gek is. En in sommige clubs, een beetje van tevoren, heb je er 5 of 6. Maar dit waren er gewoon 13. Die gewoon helemaal idioot waren. Gewoon echt van begin tot het eind hadden ze maar één doel. Ja. En dat is gewoon die kakkers, wat bij ons in die meevalt. Gewoon echt even het levensuur maken. Ja. Maar wat heeft Hans uiteindelijk besloten? Wat heeft hij gedaan? Nou, Hans heeft het overgelaten aan de aanvoerder. En de aanvoerder van HFC heeft een heel verstandig besluit genomen. Nou, we moeten nog uit tegen ze. Oh ja. Dus ik heb gezegd van jongens, ik zei van we kunnen 2 dingen doen, weet je, je krijgt een boete. En toen zei de jongen, boeien, we krijgen vaak een boete en je kan consequenties komen. En toen zei ze, KNVB doet toch nooit hier iets mee, ze stappen blijkbaar vaak op het veld, of dit seizoen al 3 keer gedaan. En afgelopen weekend 3e keer. Ja. Dus die zeiden van
En ze draaiden maar door en bedreigen. Dus ik zei ook, ja, je bedreigt me, waar ons bestuur gewoon bij zat. En mensen boven, en zeggen, je bedreigt me gewoon. En hij komt naar me toe met vinger op zich. En hij heeft ook een paar keer gezegd van, joh, je moet wat doen. Dan zien we je buiten het hek wel. Dan maak ik weer even helemaal kapot. En toen zei ik ook, weet je wat jongens, het is voor jullie zo belangrijk om te winnen. Wij gaan lekker een biertje doen. Jullie 2-1. En dat is prima. En wij gaan lekker naar beneden. En we met die jongens hebben, ik heb dat gewoon zelf besloten. Niet iedereen was daarmee eens. Maar nu hebben we straks de uitwedstrijd. En die jongens hebben een mail gestuurd van, ja, een van die gasten heeft uiteindelijk nog gestuurd van, we zullen normaal doen, excuses, we willen graag een sportieve wedstrijd neerzetten. En alleen toen heb ik het evenement aangemaakt, uitwedstrijd Zwanenburg. En toen hebben 18 man gezegd dat ze op vakantie zijn. 18 van de 22. Dus die wedstrijd gaat niet door, denk ik. Nee, dat zit er niet in. Nee, niemand heeft zin om daarheen te gaan. Nee. Maar goed, Jos, fenomeen thuisfluiter of ja, clubscheidsrechter. Wat moet je daar nou aan doen? Nou, ik denk dat wij het grote voordeel hebben bij AFC. Dat we een gedegen opleiding geven aan de jongens. Hoe jong ze ook zijn. En we hebben dus ook die BOS-cursus, de basisopleiding scheidsrechter. Als ze die hebben gedaan, dan kunnen ze dus als niet-officieel KNVB scheidsrechter alle klassen bij AFC spelen. Mm-hmm. Als ze dan echt naar buiten willen, hoeven ze nog maar 2 avonden bij de KNVB te volgen. Nou, dat doe je ook niet zomaar. Mm. En de KNVB heeft dus goedkeuring gegeven om die BOS-cursus door ons te laten geven met die ene marge erin. Dat impliceert alleen maar dat die cursus goed wordt gegeven. En als wij ervan overtuigd zijn dat we die cursus goed geven, en we begeleiden al die jongens elke zaterdag ook, ook die kleintjes, daar continu staan en die jongens in bescherming nemen, als er iets gebeurt, dan is het fenomeen thuisfluiter voor ons niet aan de orde. Maar zou de KNVB niet eens actie moeten ondernemen om bijvoorbeeld bij jullie een opleiding te starten voor thuisfluiters? Een opleiding voor thuisfluiters? Hoe vaak komt eigenlijk iemand kijken bij zo'n wedstrijd? Ik zie nooit iemand die... Iemand van de KNVB? Ja, maar bijvoorbeeld kijk, bij dit soort... Ik snap dat ze steeds natuurlijk altijd bij wedstrijden wat hoger niveau is en waar het om wat meer gaat. Nou ja, dat is logisch. Maar komen ze ooit wel eens naar wedstrijden, zelfs van ons? Ik bedoel, ik denk dat ze hun ogen uitkijken en denken van, we moeten heel veel aanpassen als wij een Zwanenburgje thuis hebben. Ja. Ik denk dat de KNVB daar vrijwel nooit bij aanwezig is. Nee, dat geloof ik niet. Want het is wel zo dat vanwege die opleiding die wij geven, schijnen we toch wel bij AFC een enorme olievlek te creëren in de hele regio. Als mensen bij AFC binnenkomen, ze weten dat wij daar met die grote rode jassen lopen om die scheidsrechter in bescherming te nemen. Dan zie je ook dat ze daar bijzonder positief op reageren. En wij krijgen er zelfs als begeleider ontzettend veel complimenten over. Van tegenstander en van ouders, weet ik veel wat. Ja. En als je dat krijgt, dan weet je in ieder geval dat je cursus klopt. En dat je ze niet opleidt voor thuisfluiters. Het is best moeilijk. Nou, het is lastig. Zeker voor die kleintjes, als ze dan op een gegeven moment echt zo van, dan staan er weer een paar van die fanatieke ouders langs de kant. Vooral dat. Nou, wij treden meteen op van, kop dicht, die jongen doet ook zijn best, dat ook in zijn vrije tijd. En ja, dan wordt dat getolereerd. En, ja, we hebben, ik heb gefloten ook bij AFC, want dat was vroeger volgens mij wel ook best wel vaak dat ze zijn van, hey, iedereen moet bijvoorbeeld om toch wat over het hockey te zeggen, daar moet je allemaal een keer fluiten. Ja. Altijd. Je moet ook allemaal een scheidsrechtscursus doen. Ieder lid moet scheidsrechtscursus doen en moet x aantal wedstrijden per jaar fluiten. Dat zijn er vaak maar 1 of 2, kun je goed in verdienen, want er zijn er genoeg die zeggen hier 25 euro als je mijn wedstrijd fluit. Ja. Maar dat is prima. Ja. Ik heb vroeger ook gefloten bij AFC en het was niet zozeer die spelers, maar het waren inderdaad, ik was vrij jong ook. En die ouders, daarom wilde ik het niet meer doen. Mm. Die kwamen bijna het veld op en ik was een aardig voetballer, ik kon wel aardig fluiten, dat was niet zo gek. Mijn vader stond er ook vaak bij, maar die hebben dit nodig. Nou, bij AFC gebeurt dat niet. Ik wil 1 voorbeeld geven over een jonge scheidsrechter, een meisje wat voor het eerst floot, die had nog nooit eerder gefloten. Ja. En AFC stond met 2-1 achter. En toen kwam een vader, kwam in de pauze naar een grietje toe, 14 jaar, en die trok zijn portemonnee open, ik zweer het, ze trok zijn portemonnee open, haalde 25 of 20 euro uit. En zegt van, als je dat laatste doelpunt afkeurt, dan is deze voor jou. En dat kind, dat kwam van, wat gebeurt mij nou? Gelukkig stond ik erbij, dus ik zei tegen die vent, gaat je gek hoor, ben je niet goed gehoord? Een ander voorbeeld, ja, bij een jeugdwedstrijd, helaas, ja, tussen Hillegom in Hillegom en HFC, daar wordt een donkerkleurige speler van HFC uitgescholden voor vuile rotnegen, flikker op naar je eigen land. Daar is rapport van opgemaakt. Wat denk je dat de KNVB gedaan heeft? Schaam je KNVB
niets, niet eens antwoord gestuurd. Niet eens antwoord. Nee, dat is, nee. Daarom hebben we ook niks naar de KNVB gestuurd met Zwanenburg, want ze doen toch niets. Nee. Heren, ik vond het hartstikke leuk om met jullie hierover te praten. Het fenomeen clubscheidsrecht is, wat mij betreft, is het niet aan de orde. Maar goed, als ik dit soort verhalen hoor, ik vind het echt vreselijk. Je moet helaas ook altijd uit. Ja, helaas. Ik ben heel benieuwd hoe jullie de wedstrijd gaat als je daarin moet. Oké, okay. Hartstikke bedankt voor jullie medewerking. En u graag tot de volgende keer met opnieuw avonturen in het voetbal. Hartelijk dank. Jongens, merci.